Het ADO-journaal met een sfeerverslag. Bye.
Jansen, die heeft een recht verleden. Henk Knie, die weet er wel eens wat. Ado is de naam, goed en gulden komt er aan. Als het moet, doen we het goed. Jongen.
Oké, man. Rustig aan. Hyperen. Pizza! Jij als Hagenees, wat doet dat met je? Heel veel. Ja? Heel veel. Ik heb een paar traantjes gelaten op het veld toen we, ja, toen we die penalty-serie wonnen. Toen heb ik een paar traantjes gelaten wel, ja. Dus het doet heel veel, ja. En ja. Maar als je dan hier zo op zo'n podium komt en je ziet zoveel mensen? Ja, het is een hele hoop natuurlijk. Kijk, weet je wat het is? Kijk, je bent niet eens kampioen geworden. Je hebt Europees voetbal gehaald. Kijk, ik weet dat het uniek is, maar normaal gesproken staan er nooit zoveel mensen op je te wachten. En ja, hier in Den Haag wel. Dus dat is natuurlijk fantastisch. Ja. En ga je nou je rust pakken, maat? Want volgend seizoen moet je weer knallen, hè? Het gaat al snel beginnen. Zeker weten. We beginnen over 4 weken alweer. Dus ik ga zeker wel mijn rust pakken. Maar ja, ik ga ook lekker even op vakantie, even 2 weken. Oké. Ik hoorde net dat die dief die heeft berouw gekregen. Scheerapparaat is weer terecht. Ja, klopt. Hij is net terecht. Hij heeft hem net gebracht, dus ik ga maar zo meteen weer lekker scheren. Oké, man. Geniet ervan, hè? Okay. En bedankt, hè, weer, maat. Dankjewel, jongens. Thanks. Okay.